Zo, een goede dag. Ja, het sneeuwt weer in Termen Open Wallis. Het heeft vanmorgen even geduurd, of vannacht moet ik zeggen, voordat die sneeuw hier ook doorkwam. De westelijke Alpen, ook in Zwitserland, sneeuwt eigenlijk overal, behalve een heel stuk in Wallis. En dat had natuurlijk te maken met föhn. Föhn houdt die neerslag altijd tegen. En pas als die föhn eruit gaat, dan kan die neerslag gaan doorzetten. Nou, dat is nu gebeurd. Het is nu 0 graden. Het sneeuwt hier. Er ligt zo'n 5, 6 centimeter. Bijna geen wind, zoals je kunt zien. Aan de windmeter van het weerstation en de vlag achter me. Voor diegenen die hebben geklaagd dat die vlag helemaal kapot was. Inmiddels is die ververst. Een hele mooie nieuwe vlag. Mooie contrasten ook. Ja, die contrasten tussen Noord en Zuid die hebben we vandaag in de Alpen ook. Zuidkant gaat veel sneeuw vallen. Eerst Tessin, later de Dolomieten. Nog later ook de oostelijke Alpen. Noordkant houdt föhn vandaag nog. Deels ook morgen. Met föhn is het daar zeer zacht. Lokaal in die föhndalen, vooral aan de noordkant, meer in het Alpenvoorland, kan het 14, 15, misschien wel 16 graden gaan worden. Maar morgen gaat die winter ook daar het terrein terugpakken. Tot in de nacht is het overal weer koud. Als er dan neerslag valt, valt die in de vorm van sneeuw. En op het 1500 meter vlak gaan die temperaturen gewoon weer terug naar min 5 tot min 7 graden. En ja, dan sneeuwt het gewoon overal tot in de dalen. Maandag, dinsdag koud, sneeuwval, sneeuwbui, af en toe wat opklaringen. Waar die meeste sneeuw valt, dat is niet te zeggen. Kijk gewoon eens naar buiten en pak de goede momenten eruit als je gaat skiën. Maar woensdag wordt het wat spannender. Dan komt er waarschijnlijk een warmtefrontje, of een frontje moet ik zeggen. Dat gaat wat sneeuw geven in de westelijke Alpen. Misschien donderdag ook. Dat is onzeker. Het ene model verwacht dat op donderdag een volgend front, een warmtefront. Dat is het GFS-model. Het ACMWF-model gaat juist uit van een brug tussen het Azorenhoog en het Russisch Hoog over de Alpen. As ligt ten noorden van ons. Dat betekent dat we een continentale aanvoer houden van vrij droge en ook vrij koude lucht. Die tot in het weekend zich zou kunnen vastzetten. Vanaf zondag wordt het dan mogelijk, vooral in de bergen, wat warmer. Hè, door die inversiesituatie, dalende lucht, die warmt op. En dat gaat in de bergen zeker een opwarming geven. Niks schokkends nog. Of het daarna kouder gaat worden of verder verzachten, allemaal heel erg onzeker. Zeker is dat het in de zuidelijke Alpen vandaag, deels ook nog morgen, gaat sneeuwen. Ik verwacht 50 tot 80 centimeter en lokaal wat meer. Diegenen die daar onderweg zijn, doe voorzichtig. Hè. Het kan glad worden door sneeuw, door bevriezing, tot in de lage delen. Op dit moment sneeuwt het zelf tot aan de lagos. Dus Lago di Garda, Lago Maggiore, Lucano. Overal valt er sneeuw of naar het oosten gaat er sneeuw vallen. Dus doe voorzichtig. Dat geldt ook voor het lawinegevaar. Dat neemt markant toe, vooral langs die zuidkant. Op het moment hebben we nog veelal code oranje. Hier en daar in Tessin al code rood. Houd dat in de gaten. Blijf vooral op die pistes, want het is levensgevaar. Die sneeuw. Sneeuwcondities zijn precair, het is allemaal onstabiel, dus blijf gewoon op die pistes. Ik zou zeggen, geniet verder van het weer. Ik ben er morgen weer. Kijk verder nog eens op Facebook en op Twitter. Een hele fijne dag en doe voorzichtig. Ciao, vanuit Termen in Oberwallis.